Ik geef het woord aan Joop van den Berg, voorzitter van de jury van de grondwedstrijd. Het woord is aan de heer Van den Berg en ook u heeft 10 minuten. Mevrouw de voorzitter, dames en heren. Als wij als leden van de jury van de grondwedstrijd mogen afgaan op aantal en kwaliteit van de bijdrage daaraan, dan is onze grondwet nog niet verloren. En staat ze meer in de belangstelling en leeft ze meer in onze samenleving dan vooral sommige grondwet-experts wel eens denken. Dat is alvast een geruststellende gedachte om mee te beginnen. Het comité 200 jaar Koninkrijk en de organiserende academie voor wetgeving hebben met deze wedstrijd in de roos geschoten. En gegeven de resultaten hebben ze ook eer van hun werk. Als we vervolgens mogen afgaan op de aard van de aan ons voorgelegde voorstellen tot wijziging of aanvulling van de grondwet, dan valt op hoezeer de grondrechten in de belangstelling staan. Veel meer eigenlijk dan de bepalingen over onze politieke instellingen. En dat terwijl in diezelfde instellingen de belangstelling juist omgekeerd ligt. Wat er in 1983 toe heeft geleid dat in de politiek en de media de algehele grondwetsherziening voornamelijk werd beschouwd als een cosmetische operatie. Intussen zien wij aan de bij ons ingediende voorstellen dat die herziening van 1983 een heel andere en grotere betekenis toekomt, doordat ze de grondrechten letterlijk en figuurlijk voorop heeft geplaatst. Ter constructie van de 10 voorstellen van de jury in december 2013 vond dat ze nadere bewerking verdienden, gingen er 6 over grondrechten, 1 over de grondslag van onze constitutie en 3 over institutionele bepalingen. Van die 3 bespraken er 2 de wijze waarop de grondwet dient te worden gewijzigd. De teneur bij deze 10 voorstellen week niet principieel af van wat de jury in het algemeen was tegengekomen. De belangstelling voor instellingen en procedures is dus daardoor geringer gebleken dan voor de rechtspositie van burgers tegenover de overheid en eventueel hun medeburgers. Of dat representatief is voor de denkwijze van de bevolking als geheel, valt daaruit niet zonder meer af te leiden. Maar een interessant feit om vast te stellen lijkt het ons niettemin. De meeste voorstellen vormen daarnaast een opvallende weerspiegeling van belangrijke actuele vraagstukken van onze samenleving. Wij kennen allemaal de kwalificatie "A camel is a horse designed by a committee." Het risico van groepswerk is dat het verzinkt in compromissen. De grondwedstrijd heeft laten zien dat dat niet het geval hoeft te zijn. En dat mensen die de richting van hun aspiraties delen, elkaar juist kunnen versterken in argumentatie en in vormgeving. De 5 voorstellen, geselecteerd voor de finale van vandaag, betreffen alle het product van samenwerking van 2 of meer deelnemers. Werden de eerdere 10 geselecteerd en in de tweede fase begeleid door juridische deskundigen, de 5 van vandaag die vandaag zijn opgetreden, hebben ook een presentatietraining gehad. U heeft de finalisten vanmiddag allen kunnen zien. Het voorstel tot invoering van een burgereed dat een bijna classicistisch republikeins burgerschapsideaal teruggaat. Het voorstel tot grondwettelijk uitroepen van de volkssoevereiniteit dat op een soort gelijk republikeins ideaal is terug te voeren. In de derde plaats het voorstel dat herziening van de grondwet soepeler maakt, maar dat ook aan de bevolking een grotere rol toekent dan nu. En 4 het voorstel dat aan de klokkenluider grondwettelijke bescherming toekent. En in de 5e plaats het voorstel om het welzijn van dieren als levende wezens tot klassiek grondrecht te verklaren. Het zal duidelijk zijn dat de jury voor haar waardering van deze voorstellen niet als maatstaf heeft aangenomen dat ze het ermee eens moest zijn. Nog dat het om helemaal afgeronde en in zichzelf perfecte voorstellen moest gaan. De jury
vond ze zelf, moest de voorstellen kunnen beschouwen als een belangwekkende bijdrage aan de politieke en maatschappelijke discussie over de Nederlandse grondwet. Voorts heeft ze de voorstellen beoordeeld op hun originaliteit en overtuigingskracht, maar uiteraard ook op de vraag of ze bij benadering zouden passen in de grondwet. Deze criteria waren uiteindelijk van meer belang dan juridische deskundigheid. En nu het bijzondere deel van deze juryrapportage aan de hand van wat we vanmiddag beleefd hebben. Om te beginnen is de jury diep onder de indruk geraakt van alle 5 presentaties. Dat heeft een nadeel, want dan kan je die presentaties eigenlijk niet meer gebruiken voor of tegen de prijsuitreiking als een argument. Het goede nieuws is dat het laat zien hoe toegewijd en gecommitteerd 5 groepen van finalisten aan hun voorstellen hebben gewerkt. En en passant hebben we allemaal een lesje moderne retorica gehad vanavond. Weliswaar zijn er 3 prijzen, maar er zijn 5 sterren vandaag gezien. En dat maakte het oordeel over de volgorde buitengewoon lastig. Maar een jury is er om zich tot keuzes te laten dwingen. En die heeft ze gemaakt en die heeft ze alle met eenparigheid van stemmen gemaakt. 2 groepen vallen helaas buiten de prijzen, hoewel ze belangrijke prestaties hebben geleverd. De eerste is die van Corné Boerman en Frank de Winter met hun voorstel voor de klokkenluidersbescherming. Aansluitend bij wat ik eerder zei, het gaat om een belangrijk en een actueel thema. De bescherming en de organisatie van bescherming van klokkenluiders is een essentieel onderdeel om het verschijnsel zijn werk te laten doen. Maar de grondwet lijkt de jury daarvoor niet geschikt. In zekere zin is er al een soort grondwettelijke bescherming aan de hand van artikel 7, vrijheid van meningsuiting, maar ook artikel 13, de bescherming van arbeid. De tweede die eruit valt is die van de gezusters Tan. Hoewel de indrukwekkende presentatie ons heel sterk verleidde om alsnog van oordeel te veranderen. Toch is, maar met enig verdriet, van honorering afgezien. Plichten, hoe terecht ook en hoe interessant ook, lenen zich eigenlijk nauwelijks voor opname in het stelsel van de grondwet zoals wij dat kennen. Sancties zijn niet of nauwelijks mogelijk in dit geval. En zonder sancties heeft het ook eigenlijk niet heel veel betekenis. En dus lost het eigenlijk het probleem niet op. Maar als al gezegd, het levert toch een interessante terugkeer op naar dat oude 18e eeuwse idee van republikeins burgerschap dat niet alleen rechten kent, maar ook plichten. En dat is er sympathie aan. Maar nu de prijzen. En we beginnen bij de derde. Voor mij een hele bijzondere prijs, omdat hij een weekend Maastricht met zich meebrengt. En als doorgewinterde Maastrichtenaar zou je bijna zeggen dat had ook de eerste prijs moeten zijn. Ik ken mijn plaats. Die derde prijs gaat naar Ruud Schepers en Ramon de Groot met hun voorstel voor het herstel van de volkssoevereiniteit in de Nederlandse grondwet. Ik spreek bewust van herstel, want hij heeft er ooit in gestaan, maar dan in de grondwet van 1798. Ook hier sprake van terugkeer naar oude republikeinse waarden. Republikeins dan met een hoofdletter. Na 200 jaar grondwetgeving en een steeds grotere rol van democratische instituties en een dus dienovereenkomstig afnemende rol, laat staan de soevereiniteit van de koning, is zo'n idee zeker het overwegen waard. Maar wat we jammer vonden, is dat wat weinig op alle consequenties van dat idee is doorgedacht in het voorstel. Want om alleen de kabinetsformatie en die ene keer dat de Kamer de regie in handen nam, dat te zien als een van de belangrijkste argumenten, dat vonden we wat griezelig.
Dus jammer dat het wat weinig op alle consequenties is doorgedacht. Daardoor blijft het een beetje een historisch voorstel. Maar niettemin de moeite waard. De tweede prijs gaat naar wat je grondwetstechnisch misschien een relatief klein voorstel mag noemen. Maar dat daarom niet minder belangrijk is. En dat is van Charlotte Duif, Charlotte van Niel, Sven Peret, even kijken wat ik zelf geschreven heb, Suzanne Rebel, ja, en Samantha Richters. Weet, zeg ik erbij, dat wij als jury unaniem, maar wel stiekem, hopen dat het nooit gaat gebeuren. Ja! Hoezeer we, dat moet ook duidelijk zijn, van dierenhand. Ik wil vanavond wel bij mijn vrouw, die een boerendochter is, levend terugkomen. Maar we zien, en dat nu weer in alle ernst, de schoonheid van het voorstel. De uitstekende en heel tolerante en rationele argumentatie daarvoor. En, laten we dat er ook maar bij zeggen, de briljante presentatie van vanmiddag. Ja, dan is het natuurlijk wel duidelijk waar de eerste prijs naartoe gaat. We hebben voor de duurste oplossing voor het comité gezorgd. Maar dat was ook ontzettend begrijpelijk. De prijs gaat naar 6 mensen die samengewerkt hebben. Rick Dekker, Mathilde de Boer, Remco Nemelman, Karen Haan, Jan-Willem van Rossen en Max Versel. Met hun voorstel voor een wijziging van de grondwet en de wijzigingsprocedure. Overigens, ondanks de hulp van Remco Nemelman, ontbrak kennelijk bij de presentator het bewustzijn dat hij vanmiddag gebruik maakte van wat de ouderen onder ons klassiek noemen de rode jurk. Namelijk, de tekst van de grondwet, zoals door Binnenlandse Zaken vroeger, toen dat nog gebeurde, telkens werd uitgegeven na een grondwetsherziening. En waarin je dus de tekst van de bestaande grondwet vond en de artikelen die daar vroeger aan vooraf gegaan waren. En waarvan ik altijd zei, wat jammer dat dat in 1814 begint. Maar wat je misschien tegen het voorstel in zou kunnen brengen, is dat het eruit ziet als een relatief technisch voorstel. Want het gaat niet zelf in op alle waarden en normen die in de grondwet terecht zijn gekomen, of die daar misschien in thuis zouden horen. En dat spreekt minder tot de algemene verbeelding. Maar wie een beetje thuis is in de grondwet, zo dacht de jury, weet dat de gesloten stalen deur van de herzieningsprocedure aan alle vernieuwing en dus aan al die andere goede en mooie voorstellen die vanmiddag aan de orde zijn geweest, al een einde maakt voordat het debat goed en wel is begonnen. En daarin zit het eerste grote belang, denken wij, van dit voorstel. Het wordt er in ieder geval wat soepeler bij. Er is nog een minstens even gewichtig argument, zo meent de jury. Je kunt in een tijd als de onze niet meer knutselen aan de grondwet, laat staan een enigszins radicale grondwetsvernieuwing invoeren zonder ruime betrokkenheid van de bevolking als geheel. En een voorstel dat aan die betrokkenheid vorm geeft. En in dat opzicht is het voorstel van de 6 heel interessant uitgewerkt. Ook dat betekent herstel, al hoe indirect ook, van het principe we the people. Het volk trekken, vooropstellen als er over grondwetsherziening gaat. Zulke mensen, zeggen wij als jury, stuur je met liefde naar Philadelphia. En ik verzoek dus de voorzitter van het comité 200 jaar Koninkrijk deze mooie prijs uit te reiken. Dank u. Ik zal zo de jury bedanken.
bedanken. Daar kom ik zo op terug, maar alvast bedanken voor het uitgebreide rapport wat er is geschreven. Ik wil eerst, laten we zeggen, de afgevallen 4 en 5 groepen, Frank de Winter. En met jou, jouw team, zeg maar, want met tweeën geloof ik, of niet? En Wassima Kaan, met je zus geloof ik, of niet? Ook met z'n tweeën naar voren halen, want u moet ook voor deze twee voorstellen echt heel hard klappen. Nationaal Comité. Dat gaat over internationale oriëntatie. Dus ik hoop van harte dat u allemaal ook dan weer aan het Nationaal Comité denkt. Knap gedaan en mooi neergezet hier. Dan gaan we naar de tweede prijs. Ik neem ook hier het oordeel van de jury. Ik vond het geweldig gepresenteerd, maar ik hoop ook persoonlijk niet dat het ingevoerd wordt. Als commissaris van de Koning in Overijssel, waar ook heel veel landballen niet. Hebben. Mag ik jullie naar voren roepen? Met z'n vijven? Het is misschien wel leuk om dat met name even te zeggen, want ik denk het helemaal. Ik wil met name even zeggen van het team. En jullie krijgen allemaal een weekend Berlijn aangeboden. Even van links naar rechts. Suzanne Rebel, Charlotte van Miel, Samantha Richters en Sven Piret. Kijk, en dan gaan we naar de eerste prijs. En het is al gezegd, goed voor een reis naar Philadelphia. Met een beetje hulp van de KLM, zeg ik er dan nadrukkelijk bij. Dus dat scheelt weer, zeg ik dan maar tegen de voorzitter van de jury. Mag ik het hele team naar voren? Knap gedaan, knap neergezet. En ik denk dat het ja, heel erg bedankt. Karen Haan. Mathilde Boer, Max Vetso, Jan-Mille van Rossen en Remco Nederman. Ja, en jullie krijgen 4 rossen noemen. Nou, dit zijn de allprijswinnaars en ik vond het echt, ik denk gewoon echt geweldig. De manier waarop het zo is gegaan in de hele periode hier naartoe, maar ook de manier waarop jullie het hier hebben neergezet, denk ik dat we allemaal trots zijn op jullie allemaal. Jullie mogen, zijn er genoeg foto's gemaakt? Jullie hebben de namens van de vier onze bloemen. Verdelen jullie gewoon een beetje, zijn grote bossen, dus ze kunnen allemaal. Ja, natuurlijk. Ik ga nog even de jury bedanken. Vind je dat wel goed, Geert? Want zij hebben heel, en het is wel leuk als ze dan zo ook nog even bij alle prijswinnaars staan.
Joop van den Berg, Jacqueline Wiesheuvel, Jonke Gerards, Lien de Wit, Tom de Bruin. Jullie krijgen allemaal ons boek, Een Nieuwe Staat en een penning. Zodat jullie nooit meer vergeten al dit werk wat jullie hebben moeten doen om hier toe te komen. Want wij realiseren ons zeer dat jullie er heel veel werk aan hebben moeten doen. Heel erg bedankt voor het werk. En kom alsjeblieft ook even hierboven staan. En ik moet daar natuurlijk bij bedanken de organisaties die er allemaal aan hebben meegewerkt. De Academie voor Wetgeving, voor de hele organisatie van de grondwetstrijd. Het Montesquieu Instituut, die het symposium organiseerde. De Raad van State die heeft meegewerkt. En het Huygens Instituut voor alles wat zij ook in de workshops voor alle deelnemers hebben gedaan. Heel erg bedankt voor al het werk. En dit is dan de totale club die eraan heeft gewerkt. Van de voorstellen en toch proberen na 200 jaar niks doen we meer. 200 jaar geleden gingen we met de postkoets. Ja, en doen we nu toch ook niet meer. En sociale media hebben we nu. En deze jonge mensen maken toch weer een nieuwe verbinding van de grondwet met de huidige tijd. En dat vind ik buitengewoon interessant en succesvol. Nu gaan we luisteren naar de reflectie van Ernst Hispalien. En dan denk ik dat het aardig is als u uitgesproken bent, dat dan de eerdere inleiders ook weer aan tafel plaatsnemen. Want anders zitten we er een beetje bij als... Vroeger was dat trouwens nog recent, ook zag ik dat nog bij partijen in andere landen, dat dan het hele partijbestuur achter zo'n tafel zit. Die rol willen we helemaal niet. Dus pas als de heer en Cisperine is uitgesproken, dan nemen de eerste inleiders hun plek in achter de tafel. Het woord is aan en Cisperine. Hartelijk dank, voorzitter. Dat heb ik vaker tegen u mogen zeggen. Even de microfoon goed zetten en proberen om iets te doen dat misschien een beetje tussen de voorafgaande presentatietechnieken inlag. Er werd al een soort leeftijdsvooroordeel uitgesproken dat de jongere generatie het zonder papier doet en de ouderen het met papier doen. Dat was niet echt de verklaring. Het ligt eraan of je een buitenbeugel hebt of niet. Ik heb geen buitenbeugel, maar ik heb ook geen papier. En daarom heb ik mijn iPad meegebracht voor de softbeschouwing die ik u zal geven. En het voordeel van het voorbereiden op een iPad is dat die flexibel is, zelfs zonder grondwetswijziging. En dat je nog gaandeweg elementen kunt toevoegen of schrappen al nagelang het verloop van de middag indiceert. En dat is ook de bedoeling van het kwartier dat mij gegeven is, om terug te blikken op wat er is gezegd en vooruit te kijken naar wat er verder misschien nog te doen staat. Na 200 jaar grondwet, zegt men. Misschien daarover later nog een enkele opmerking. Maar in ieder geval is het feest. En het is eigenlijk een briljante gedachte om een twee-eeuwfeest 2 jaar lang te vieren. Dus dat is hoe dan ook goed. En ik heb ook een cadeautje voor jullie meegebracht. Dat is niet de korte uitleg van de grondwet die mijn collega Gert-Jan Leeknecht en ik hebben gemaakt. Want
Ja, het is een boek dat een beetje als een mooi tonend boek is gemaakt. En dat kan ik dus niet aan iedereen uitreiken. Maar ik bied jullie allemaal aan kosteloze toegang tot de website www.nederlandrechtsstaat.nl, waar wij een nieuwe editie van het commentaar op de grondwet, eerder onder redactie van Piet Akkermans en Alice Koekoek, tot stand gebracht aan de Nederlandse samenleving, althans aan de in constitutionele zaken geïnteresseerde deel van de Nederlandse samenleving, inclusief wordt zeg dat voortaan Kamerleden, desgewenst, aanbieden. En het gedeelte over hoofdstuk 1 is inmiddels een nieuwe bewerking gereed en dat wordt ook geleidelijk aan bijgewerkt en daar zullen verdere afleveringen op volgen. En net zoals je bij een weerbericht blijkbaar moet zeggen dat het mogelijk gemaakt is door IKEA, waarbij ik me altijd afvraag, is dat dan alleen maar bij mooi weer of durf je dat aan bij elke weersgesteldheid? De website www.nederlandrechtsstaat.nl is mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkse Relaties enzovoorts. U heeft allemaal gratis toegang daartoe. Probeert u maar en er worden geen boekjes geplaatst. Hoewel er eigenlijk dan iets voor te zeggen zou zijn, als het comité op een gegeven moment wil evalueren om welke reden mensen zich voor de grondwet interesseren. Dus misschien dat we volgend jaar nog toevoegen de cookies mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité 2 voor Nederland of Grondwet of Koninkrijk. Hoe dan ook, het is een feest. En een feest moet je vieren zoals het valt. En nu de uitslag van de grondwetstrijd bekend is en drie jonge constitutionalisten, vier jonge constitutionalisten hun visie hebben gegeven, wordt het tijd om ons de vraag te stellen of het eigenlijk een goed idee is om vanmiddag bijeen te komen. De borrel moet nog komen. De grondwet vinden we nog steeds best belangrijk. Ook al durfde vanmiddag niemand van de vier zonder meer te bevestigen dat hij echt een baken is in tijden van verwarring. Maar ballast die we zouden moeten afwerpen is de grondwet kennelijk ook niet. En ik zou aan het slot van dit symposium willen wagen te betogen dat de grondwet echt belangrijk is. En dat men doet wat ze moet doen, wat een grondwet moet doen in een democratische rechtsstaat, en dat is vertrouwen mogelijk maken. Punt. Einde nabeschouwing eventueel, als er minder tijd zou zijn. Vertrouwen mogelijk maken, laat ik dat eraan toevoegen, en daar kom ik straks op terug, in tijden waarin de wereld verandert en politiek en recht in beweging zijn. Een schip op het strand is een baken op zee, zegt men. Ik zou de grondwet geen gestrand schip kunnen noemen, en al even min ballast. Laten we ons maar even losmaken van die nautische beeldspraken en naar de grond gaan. De grondwet geldt voor een land waarin mensen samenleven. En dus gaat het eigenlijk niet om de grond, maar om de mensen. Voor een territorium, dus inclusief de territoriale zee weliswaar, en bij uitbreiding ook nog voor vaartuigen en luchtvaartuigen, die met de vlag van het Koninkrijk varen of vliegen. Maar dat betekent niet dat de grondwet gaat over de grond, ze gaat over de mensen die samenleven en daar een samenleving inrichten. Om dat land staat geen hek en een grens is, dat wordt ook wel eens uit het oog verloren, tegelijk altijd een verbindingslijn. Het claimen van soevereiniteit over publieke taken die geen staat meer in zijn eentje kan verrichten, is een slag in de lucht. Maar dat maakt onze Nederlandse grondwet niet onbelangrijk, want ze is ook de basis van samenwerking en afstemming met onze omgeving. Patricia Populier heeft dus het grootste gelijk wanneer ze zegt dat de constituties van staten en deelstaten en interstatelijke structuren, zoals de Europese Unie, met elkaar in verbinding staan. Een grens is altijd ook een verbindingslijn. En terecht wijst ze op dat hiërarchische modellen dan tekort schieten. De verhouding tussen de Europese Unie en de lidstaten wordt veel te vaak in een schema van hoger en lager, meer of minder macht ondergebracht. We zouden wat kunnen leren van de Amerikaanse theorie van de dual sovereignty en de realiteit van gemengde overeenkomsten in het recht van de Europese Unie dat verder kunnen doordenken. En als het leven samenwerking eist, hoeven we daar ook niet met ongenoegen op te reageren. Pas dus op, zou ik willen zeggen, met constitutioneel narcisme. Zoals degene die het zo voorstellen alsof de grondwet
bij wegvallen van bewaakte grenzen, slagbomen en dergelijke een laatste manier is om ons af te schermen van de boze buitenwereld. De Nederlandse grondwet wordt niet onbelangrijk nu de Europese Unie belangrijk is. Belangrijk voor de mensen die het gemene best door de grondwet wordt verteerd. De grondwet betreft de woorden en de waarden van de democratische rechtsstaat. En dat is de titel die ik voor mezelf aan deze nabeschouwing heb gegeven. Woorden en waarden. Het recht is de uitvinding die de mensheid heeft bevrijd, kan bevrijden althans, van geweld, van onredelijke macht, van de een over de ander. De constitutie is dus als het ware de grammatica voor de woorden van verständigung die daarvoor in de plaats komen. Die in de plaats komen voor machtsuitoefening door de ene mens over de andere. En dat is wat een grondwet op de eerste plaats doet. Aan bepaalde woorden het gezag van een wet, een besluit of een vonnis verlenen. Maar het zijn niet alleen formele criteria die die woorden juridisch gezag geven. Een grondwet bepaalt ook welke voor een ieder geldige waarden, respect voor persoonlijke integriteit, sociale rechtvaardigheid, vrede, daarin tot uitdrukking moeten komen om het gezag behalve legaliteit ook legitimiteit te verschaffen. En die waarden zijn geen toegift, maar echt fundamenteel, beter gezegd constitutioneel. Politieke besluitvorming in een democratisch bestel bij meerderheid kan alleen maar legitiem zijn als ook de minderheid kan aanvaarden dat er door de meerderheid zo wordt beslist. En dat is niet alleen zo omdat de meerderheid van vandaag de minderheid van morgen kan zijn en omgekeerd, maar het is omdat die meerderheid altijd ook aan de grondwet gebonden is. En de procedures, maar ook de waarden die in de grondwet tot uitdrukking komen, bijvoorbeeld in de grondrechten, meebrengen dat de meerderheid de minderheid niet aan zich kan onderwerpen. Dat is eigenlijk de kernwaarde van de grondwet. En daarom verbiedt onze grondwet carrément het hanteren van onderscheidingen tussen mensen waaraan de staat voorbij wordt gegaan, zoals seksen, afkomst, religieuze of ideële overtuiging. In de politieke pathologie van het benoemen van problemen, is het u ook opgevallen, het woord benoemen is in afwijking van de vandalen in mode gekomen om te tonen dat je de taboes in je taalgebruik hebt laten varen. In de politieke pathologie van het benoemen van problemen is de grondregel van onze democratische grammatica de laatste jaren wat uit het oog verloren. Velen hoorden niet eens meer dat het gebeurde, want ze waren bezig zichzelf en anderen te bewijzen dat er voor hen geen taboes meer waren, totdat ze gescandeerd worden en wakker schrokken. Woorden en waarden dus. Hebben de 5 genomineerden met hun voorstel voor grondwetsherziening daaraan bijgedragen? Ja, ik denk het wel. En dat hebben ze gedaan onder andere doordat ze hebben laten zien dat de grondwet en het constitutionele denken een proces is. Dat het in beweging is, dat het zich ontwikkelt. Saïd-Amin Habib heeft dat iterations genoemd. Iteration, oorspronkelijk in het Frans van Derrida. Een grondwet krijgt andere betekenissen in de loop der tijden. En soms moet de grondwet ook bewust worden gewijzigd om andere betekenistoekenningen in de samenleving en plaats te vinden. En daarom is in mijn ogen, en die woorden durf ik nu ook uit te spreken, want de jury heeft al dus geoordeeld en ik wist ook niet hoe de jury zou oordelen, het zeer terecht dat een voorstel dat erop gericht is om het vermogen van de grondwet om rekening te houden met de ontwikkeling, om dat te verbeteren, de hoofdprijs heeft gekregen, zonder dat men heeft laten varen dat daar een breed draagvlak voor aanwezig moet zijn in de vorm van het vereiste van een 2/3 meerderheid. En dus is er iets aan waarden die werkelijk van betekenis blijven, doordat de veranderingen mogelijk worden gemaakt. Veranderingen mogelijk worden gemaakt door een grondwet die niet willekeurig door een meerderheid naar haar hand kan worden gezet, maar die ook altijd de minderheid haar waarborgen blijft geven. Ik denk net als Patricia Populier dat er met het woord soevereiniteit, dat soms de bijklank heeft van het bewaken van grenzen, eigenlijk iets anders wordt bedoeld dan wat we nu zeggen. Namelijk een verdediging
van de constitutionele identiteit. En laat ik dat ook maar horen in het voorstel over de soevereiniteit van het volk. Dat daarmee wordt bedoeld een eigenheid die men in de grondwet kan en mag erkennen. Maar die we niet hoeven uit te spelen tegen ook soevereiniteit, ook identiteit van degene met wie wordt samengewerkt. Zodat dus er een soort verbinding ontstaat die zich helemaal niet meer in hiërarchische structuur laat vatten. En die, denk ik, Patricia Popelier haalde terecht, Ingo Vitalise en Nico Krisch aan, die terecht ook wordt gezien als een nieuwe manier van verstaan van onze relatie tot partnerstaten en tot de Europese Unie. De grondwet moet dus de woorden en waarden van ons constitutionele bestel verankeren. Daarmee wordt de democratische politiek niet in de wielen gereden, maar juist mogelijk. Constitutionalisten moeten zich daarvan bewust zijn. En zich bewust zijn ook van hun beperkingen en niet proberen de taak over te nemen die ze precies moeten mogelijk maken. Het gaat in de grondwet dus om het funderen en reguleren van macht in de samenleving, niet om het via de grondwet uitoefenen van die macht. En dat is ook wat mij bij alle dierenliefde die we met elkaar kunnen delen weerhoudt van de gedachte dat je in de grondwet een stuk zinvol overheidsbeleid zou moeten opnemen. De grondwet moet de politieke discours ook over ontscherming van de levende natuur mogelijk maken, maar de grondwet is het kader en bevat de waarden waarmee de politiek haar woorden op haar beurt kan spreken. Met Bergerhuis is er wel een blinde vlek in ons constitutionele denken waar het werkelijk om de machtsbalans in de samenleving gaat. En die betreft de vraag welke taken de overheid moet verrichten, welke ze aan de marktwerking kan overlaten en waar een gemengde bestuursvorm op haar plaats is. Nutsbedrijven waren onomstreden in overheidshanden totdat op ideologische gronden vermengd met doelmatigheidsargumenten vele daarvan in private handen overgingen. Infrastructurele werken worden in publiek-private samenwerkingsverband uitgevoerd en het scheelde niet veel of dat geschiedde ook met het beheer van het gevangeniswezen. Zijn dat niet ook kwesties van constitutionele orde? Waar dan misschien inzendingen die we niet hebben leren kennen die daarover gingen? Of denkt men dat dat buiten het constitutionele discours moet blijven? Hoe moeten wij de plaats zien van de uit het Anglo-Amerikaanse rechtsdenken geïmporteerde agencies die regulerende bevoegdheden hebben en die bijna zo onafhankelijk zijn als de rechters, maar waar de politieke verantwoordingsplicht flinterdun is? Die vragen zouden ook een plaats moeten krijgen in ons constitutionele denken, maar ze worden blijkbaar overgelaten aan bestuurskundigen zoals Anne-Marie Reinaars die volgende week een dissertatie daarover verdedigd aan de Vrije Universiteit. Over deze onderwerpen zwijgt de grondwet en heerst de constitutionele windstilte. Hier ontbreken de woorden die de waarde van de grondwet tot uitdrukking brengen. Dat kan veranderen. We hebben nog bijna anderhalf jaar tijd om 200 jaar grondwet te vieren. En dat is denk ik de waarde van de discutabele datumbepaling waarover ook vanmiddag discussie ontstond. Comité ook wel gelijk dat we dit niet tot één moment moeten beperken. Want de geboorte van de grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 had een voorgeschiedenis. Die begon in 1813, wat we ook hebben gezien met het spektakel dat in november 2013 plaatsvond. En had een verder verloop toen besloten werd om het soeverein vorstendom der Verenigde Nederlanden te verrijken met de zuidelijke Nederlanden. De bijdrage van Patricia Popelier van vanmiddag doet verlangen naar een herinlijving van de zuidelijke Nederlanden, haar inbegrepen met als bijkomend voordeel dat men na verloop van tijd desgeraden in Rotterdam ook Frans zal kunnen gaan spreken. Die geschiedenis is in 1815 niet beëindigd. En aan die geschiedenis moeten we verder bijdragen. Met een constitutioneel beraad wellicht, zoals Geert en Bogaert heeft voorgesteld. We hebben nog heel wat vragen waarmee we aan de slag kunnen met dat constitutioneel beraad.
nog jarenlang, nog eeuwenlang. Maar komt dat later of stond zijn idee op de barrières tegen grondwetsherziening zolang het bekroonde voorstel van vanmiddag in een grondwetswijziging is omgekeerd? Lietse van der Woude wijst erop dat aan de randen van ons continent buiten grondwettelijke procedures om overgangen plaatsvinden naar nieuwe verhoudingen. Laten we dat ook eens proberen met het constitutioneel beraad dat door Geerten is bepleit. Nu wij hier bijeen zijn, dames en heren, beste mensen, met zoveel mensen die graag de democratische politiek terzijde staan met ideeën en adviezen over de grondwet, kunnen we doen wat Geerten in zijn hart wel wil, maar nog niet waagt te doen, en wat Lietse niet wil, maar wel heeft uitgedaagd, en dat is onszelf hier bijeen uitroepen tot het constitutioneel beraad dat in een oude zaal vol jeugdige elan de politiek respectvol met ideeën terzijde zal staan. Het constitutioneel beraad, dat is er, dat zijn jullie. Met uw applaus kunt u blij geven voor de instemming. Dank u wel. Mag ik dan weer solliciteren als voorzitter? Het zou ik wel enig vinden. En dan af en toe zo'n clubje op vrijdagmiddag. Aan het eind een borrel, hè? Dat is toch niet verkeerd? Dames en heren, we beginnen toch langzamerhand het einde te naderen naar deze prachtige bijdrage van MC Sparin. Zeer veel dank. En ik wil eigenlijk de inleiders weer hier naartoe halen. En dat gaat dus om Joost Sinnen, Geert Bogaert, Patricia Populier en Wietse van der Woude. En aan hen vragen om erbij te komen zitten. En ik hoop dat als er vragen aan u zijn, meneer Hispelin, dat die ook kunnen. En natuurlijk zijn jullie er ook allemaal nog voor de echt moeilijke vragen. Hè? Toekomstgerichte vragen. Gaat u zitten, mevrouw Populier? Is ze al terug naar... kan gebeuren. Dan moet u het namens haar doen. Ah, dat gaat er. Ja, vind ik ook. We willen geen lege plek. Zal ik ook het bordje dan neerzetten? Oh, dat staat wel goed, zeg. Geweldig. Wat een snelheid. Dames en heren, u heeft nog, laten we zeggen, een dik half uur om zich te bemoeien met alles wat hier is gezegd. En u mag zelf kiezen wie begint, anders wijs ik iemand aan. Dat doe ik echt, hoor. Vrijwilliger aanwijzen. Ja. U bent mijn vaste hulp in bange dagen. Ik heb ook een microfoon. Althans, ik had er een. Ja. Nou, wat kan ik doen? De blauwe. Ja? Een grondwet is een stuk papier. Een piece of paper. Dit heb ik vaak gehoord in landen waar dictatorschap is. Hier beseffen we wel dat de grondwet is de meest belangrijkste inspiratie voor ons. Maar mijn vraag is, waar is onze politieke leiderschap? Die heeft wel verantwoordelijkheid voor interpretatie, implementatie en voor relevantie binnen de Nederlandse publiek. En daarom hebben we wel een grote golf tussen de Nederlandse samenleving, ook tussen politieke leiderschap en mensen. Dank u wel. Punt is duidelijk. Ik ga even kijken wie van de leden... Vindt u dat de politiek een rol heeft in het bekendmaken van de grondwet bij de samenleving? Ik kijk voor u allemaal wel een reactie op. Ik heb daar zojuist al even op gereflecteerd. Ik geloof dat het bekendmaken van onze huidige grondwet onder de samenleving niet veel zal opschieten, omdat de meeste mensen niet verder lezen dan de eerste. Het staat toch in de kern, doen? Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat je benadrukt welke waarden daarachter zitten dan het precieze document. Het precieze document is een nogal technisch document wat aangeeft wat allemaal wel of niet bij koninklijk besluit mag worden bepaald, om maar even te chargeren. En dat het heel mooi is dat we een mooi skateboard-achtig ding met artikel 1 van de grondwet hier in de buurt hebben staan.
Maar dat dat ook een van de weinige artikelen van de grondwet is die met een bepaalde gedragenheid geschreven is, waar mensen een bepaalde inspiratie uit halen. En ik denk dat... Oh, artikel 23? De manier waarop artikel 23 is opgeschreven zal wat mensen inspireren. Ik vrees het niet. Het gaat mij meer om de waarden die daarachter gaan. En de waarden die daarachter liggen, die zijn van belang. En in die zin zou ik meer willen reageren. Het klopt inderdaad. De grondwet is uiteindelijk een stuk papier. En niettemin, zolang wij met elkaar de waarden accepteren die daarachter liggen, dan hebben we het nog redelijk goed. Ik vind het eigenlijk interessant om van u allen daarop iets te horen. Ja, ik ben het eens met wat hiernaast is gezegd, maar ook wat meneer zojuist zei. Ik ben het grond eens dat je... De grondwet is een stuk papier als die grondwet niet gedragen wordt. Als wij niet met z'n allen eens zijn over de uitgangspunten die erachter liggen. En dan gaat het niet over de concrete... De hele concrete technische aspecten. Meneer maakt zich zorgen. Ik geloof dat burgers. Nee, ik geloof niet dat dat terecht is. Maar ik denk waar meneer, wat hij ook in zijn eerste vraag zei, en als ik daar op terug zal komen, waar meneer zich zorgen over maakt. Ik denk dat de meeste burgers zich daar zorgen over maken en niet zozeer over wat in de grondwet staat. Maar dat wat de overheid doet, of dat goed is. Of de overheid, zoals ik ooit wel eens iemand heb horen zeggen, zuinig is, efficiënt is, geen geld over de balk gooit. Dat is wat de burgers interesseert. En ik geloof dat dat een voorwaarde is voor vertrouwen in die overheid. Ja, maar ik vind dat toch, ik ga me nou een beetje bemoeien. Hè? Als je ziet dat in Nederland bijvoorbeeld iets als het homohuwelijk en de toevoeging uiteindelijk ook aan artikel 1 van de grondwet, dat heeft toch in Nederland een enorm draagvlak. Dan leeft die grondwet en die waarden die erachter zitten toch in de bevolking. Ja, ik weet niet of artikel 1 van de grondwet vereist dat wij het huwelijk openstellen voor homoseksuelen. Dus wat u zegt is terecht, dat homohuwelijk, dat is opgesteld in Nederland. Ik geloof dat ook al ten tijde van de openstelling grote groepen mensen zich daarachter scharen. Maar ik geloof in landen waar dat huwelijk nog niet is opengesteld en waar ze een vergelijkbare bepaling in de grondwet hebben, dat die grondwet die discussie niet oplost. Dan krijg je strijd over wat die bepaling betekent. In plaats van of het goed is dat homoseksuelen voor de wet met elkaar kunnen trouwen. Nou ja, ik ga, anders ben ik geen voorzitter meer, dan moet ik achter de tafel zitten. Ik geef het woord aan... Ja, goed, dank u wel. Ik heb niet zo heel veel aan toe te voegen eigenlijk. Geef hem gewoon door, vind ik hartstikke goed. Ik ben het ook met Jos eens dat het vooral gaat om het zichtbaar maken van de waarde in de grondwet. Twee aantekeningen daarbij. Dat betekent niet dat je de verwijzingen achterwege moet laten naar de grondwet waar de verankering te vinden is van die waarde. En het voorbeeld dat net werd gegeven van het homohuwelijk is een mooi voorbeeld. Het is ook een toepassing eigenlijk van wat ik net aanhaalde over de interventions. In 1983 werd artikel 1 zo geformuleerd zoals het nu luidt. En daar is de seksuele gerichtheid niet genoemd. Er is gezegd op welke grond dan ook. En in het geleidelijk aan verder denken wat dat betekent, geen onderscheid op welke grond dan ook, heeft men zich gerealiseerd. Ja. En daar ook toe hoort te behoren het onderscheid maken naar seksuele gerichtheid. En heeft dat een plaats gekregen in de wetgeving. Dus het is een voorbeeld van met verwijzing naar een grondwetsbepaling het voeren van het gesprek over wat waarden in onze tijd en samenleving moeten betekenen. Ja, en ik denk dat je dat op dit moment deze dagen natuurlijk ook ziet, dat mensen toch op dit moment zich wel realiseren wat er allemaal in de samenleving gebeurt en gezegd wordt en waar men zich zorgen over maakt. En dat is toch ook van een behoorlijke breedte, heb ik het idee, zonder dat ik namen noem. Ik ga eens even naar, ik ben eigenlijk ontzettend nieuwsgierig, ik ga gewoon een vraag stellen waar ik nou benieuwd naar ben. Hoe ben je nou op het onderwerp gekomen? Je hebt geen microfoon, daar gaan we kort aan doen. Dat willen we ook allemaal weten, hè, waarom u dit bedacht heeft. Ja, het is een goede vraag. Wij hadden allerlei prachtige ideeën, constitutionele toetsing. We hebben ook over soevereiniteit gedacht. Maar eigenlijk kwamen we continu op eenzelfde probleem. En namelijk dat is dat we een regime grondwet hebben. Ja, je kan prachtige ideeën hebben, hemelsbreed gaan denken. Maar als je niet verder komt, dan kom je niet verder. Dus daarom hebben wij bedacht, we gaan alleen voor die grondwetswijziging. Daar zit het eerste grote probleem voor je verder kan. Maar en toen het idee van, want er is al twijfel, hè? Er is al twijfel aan de deskundigheid van volksvertegenwoordigers. U kunt het ontkennen, maar dat twijfelt u aan van tijd tot tijd. Maar er wordt natuurlijk nog veel meer getwijfeld aan die burgers, want die is helemaal niet deskundig. Hoe kan hij nou iets
iets relevants opmerken. Ja, dat is zeg maar het probleem met ons voorstel. Nou, het probleem is niet. Dat is het punt in ons voorstel. Wij hebben het idee, de politiek die doet wat, dat kan, daar zijn ze voor gekozen. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat de politiek doet, je hoort het nu ook elke dag in de krant, als de politiek iets doet, hoor je altijd reactie. Ze vertegenwoordigen het volk, maar als je een grondwet wil wijzigen en je wil de kern ervan gaan wijzigen, ja, dan moet je veel breder kijken dan enkel deze vierkante kilometer. Maar hebben jullie je ook verdiept in hoe je dat zou kunnen organiseren? Zijn er bijvoorbeeld elders voorbeelden van dat soort raadplegingen? We hebben gekeken naar IJsland, u heeft het voorbeeld zelf genoemd, waarin de bevolking zelf geheel de grondwet heeft gewijzigd. We hebben ook gekeken naar de geschiedenis. Er is ooit een grondwetkamer geweest. Dat was vooral om niet al te populistisch bezig te zijn, inderdaad als een rem op elke wijziging. Maar wij hadden zoiets van, ja, het is een rem omdat het volk invloed heeft en het volk over het algemeen conservatief is. Maar het is ook wel degelijk een bewustwording. Ik heb het voorbeeld in mijn presentatie niet gebruikt, maar als ik hier aan de zaal vraag of ze zich nog kunnen herinneren dat ze in 2010, in 2012 hebben gestemd op een partij die voor of tegen het Forse Halsema was, dat leeft niet. Als je vraagt of iemand zich nog bewust is van het moment dat hij stemde voor de zwangerschapsverlof van Kamerleden, niemand is zich daarvan bewust. En ja, u wel, misschien als Kamerlid, maar ik bedoel in de tweede lezing voor als volk. Niemand is zich daarvan bewust en dat is precies wat wij ook hebben willen bereiken. De mensen moeten weer weten wanneer er grondwet wordt gewijzigd of wanneer die is gewijzigd. Het is trouwens wel een van de best geïmplementeerde voorstellen, kan ik u zeggen. Ruimschoots gebruik van gemaakt. Nou heeft de juryvoorzitter net heel eerlijk gezegd dat hij van uw prachtige voorstel, mevrouw Duyf, dat hij er een hele nare droom over krijgt als hij dat nachtmerries in dit geval zo'n goed voor vergelijking zijn. Maar er zijn vast ook mensen hier die dat, ik hou de microfoon even vast op, die dat toch een buitengewoon kwetsbaar idee vindt waar Rick Dekker meegekomen is. Met die grondwetkamer en daar anderen over mee laten denken. Wie durft de partypopper te zijn in dit gezelschap? En het feestje te bederven van de heer Dekker. Hij verheugt zich daar nu al op. Of van de juryvoorzitter, of van de jury als geheel. Want jullie hebben geen mening, maar bij dit voorstel heb je ook geen eigen opvatting. Je hoeft nu niks te zeggen. Ga eerst even kijken naar wie vindt het eigenlijk helemaal niks, om heel eerlijk te wezen. Nou joh, we hebben het er. Ach, zie ik wat dapper. Ja, de microfoon komt eraan. Even naam en rugnummer. Mijn naam is Annie Gersing. Ik ben er niet zo moeilijk in steken als u suggereert, maar we moeten er natuurlijk wel goed over nadenken. Het is een heel aanlokkelijke idee, heel vriendelijk, heel goed bedoeld. Dan kan het haast niks wezen. Maar onze grondwet is natuurlijk een beetje wat ook eerder werd gezegd, een eeuwenoude uitkristallisering van fundamentele waarden. En die zullen zich niet iedere dag weer voordoen, zodat wij met z'n allen een grote behoefte hebben om aan de grondwet te gaan sleutelen. Ik zou maar zeggen, hoe minder er aan gesleuteld wordt, hoe meer dat een compliment is voor de grondwet, dat die kennelijk door de eeuwen heen heel deugdelijk is. En wat ik ook een hele goede relevante vraag van het eerder vandaag was die van Joost Sille, die vroeg naar aanleiding van een ander onderwerp, was gewoon de bewustwording. Wat is het probleem? Welk probleem lossen we ermee op? En dat geldt ook een beetje voor dit voorstel, hoe aanlokkelijk het ook klinkt, hoe vriendelijk het ook klinkt. Welk probleem lossen we? Willen we dan inderdaad met de samenleving iedere dag iets aan die grondwet sleutelen? Ik denk het niet, dus ik zie het probleem, wat het zou oplossen. Dat zie ik niet zo goed. En bovendien ben ik net als u, mevrouw de voorzitter, heel dankbaar voor artikel 50. Maar daar hebben we het wel mee, denk ik. Ik vrees dat ik het niet met u eens ben, maar ik ga niet in de bal. Wat is je tegenargument? Ja, ons tegenargument is ten eerste natuurlijk dat het niet ons idee is dat we elke dag nu gaan sleutelen van de grondwet. Het is eigenlijk de bedoeling om de grondwet zo te houden zoals die is. Maar er zijn wel degelijk fundamentele punten waar die toegevoegd moeten worden. We hebben het gehad over het vertrouwensbeginsel. Wordt niet toegevoegd omdat het dan vast ligt. En als het vast ligt, kan het niet meer worden gewijzigd. Dan krijg je een gewoonte die vast komt te liggen en waar mensen dan niet meer aan willen. En precies op dat soort punten, die moeten worden toegevoegd, die eigenlijk van belang zijn, maar die niet gebeuren. We hebben het over constitutionele toezicht gehad. Het wordt als oplossing voor sommige problemen gezien. We komen er niet aan omdat de procedure te zwaar is. Dat wil niet zeggen dat we eraan moeten komen en dat we het zouden moeten toevoegen. Maar we mogen er wel een goede discussie over hebben. En dat is niet alleen hier in het parlement, maar dat is breed, want het is onze grondwet.
Maar de gekozen burgemeester bijvoorbeeld, hè, wat toch iedere keer een terugkerend fenomeen is en wat we nu opgelost hebben door de raad in positie te brengen. Als we dat willen wijzigen, kost dat toch wel ontzettend veel tijd. Dat is toch niet zomaar een klein dingetje. Passen dat de waan van de dag, die al aardig regeert hier op het Binnenhof, dat die ook zijn weerslag in de grondwet zou vinden. Die grondwet is nou juist met een ander doel, dat ook de mensen die hier de hele dag met de waan van de dag bezig zijn, af en toe tot orde worden geroepen en zich moeten bezinnen in de fundamentele waarden. Maar als je dat zou willen, zo'n wijziging die u dat suggereert van die gekozen burgemeester, dan kan die inderdaad op de wijze die ik net zou ook zei, via de raad ook uitstekend tot stand komen. En om nou voor ieder wisselwasje de hele burgerij weer op te roepen om via een referendum te gaan vertellen wie de burgemeester moet worden met allerlei rare verschijnselen. Ja, dat je daar als grondwet of een staatskundig denker van zegt, laten we dat nou niet meteen in de grondwet vastleggen. Dat spreekt mij wel aan. Daar is die grondwet niet voor. Dat kunnen we alles met wetten die daar prima onder vallen. Kan allemaal geregeld worden. Maar ik denk dat de grondwet inderdaad, is wat voor een paar keer vandaag ook is gezegd, voor hele fundamentele waarden goed te koesteren. En het is geen, nou het is denk ik gelukkig voor de meeste mond meer een baken dan een ballast. Korte reactie en dan ga ik naar iemand anders die wil reageren. Voorzitter, als het mag, dan zou ik naar een van mijn teamgenoten de microfoon willen geven. Hij wil heel graag reageren. Ja, is dat goed? Ja, dat is goed. Ik wil heel graag even reageren. Mijn naam is Remco Nevelman. Ik ben mede-kamerlid zeg maar, van collega Dekker. Juist in ons voorstel, wat ik charmant heb gevonden, dat we echt met z'n allen hebben gemaakt, is die eerste lezing, hè, waar vrij onomstreden zwangerschap voor verlof voor kamerleden. Doe dat gewoon met 2/3. Klaar, hè? 2/3 is al stevig. 1 lezing, hoppakee. Maar echt over het voorbeeld wat Rick ook noemde, 23 grondwet, daar gaat natuurlijk discussie over staan. Wel of geen monarchie, daar gaat discussie over ontstaan. Afschaffen van decentralisatie, misschien wel opschalen nu van provincies, gemeenten, etc. Daar gaan discussies over ontstaan. Laat dat aan het volk, en even terugkomen op u met uw grondwetskamer, houdt u deze of iets inderdaad terecht stelde. Ik kwam daarmee, dat was mijn onderdeel. Ben ik tegen een referendum? Ja, wel een beetje. Ik hou heel erg van het volk, maar als het volk gaat stemmen op oneigenlijke argumenten, dan vind ik het niet zo'n mooi instrument. De premier voldoet niet, dus laten we maar gewoon tegen hem stemmen, terwijl het over totaal iets anders gaat. Het charmante van ons voorstel is dat die burgers in die kamer training krijgen, een half jaar. Bij het lot worden geloot, dus we zien van 18 jaar tot de levenden, die worden daar ingezet, krijgen geringe vergoeding over een half jaar training. En dat gaat leven. En even, kijk even naar u. Die mensen worden uitgenodigd naar de Wereldraad Door, naar Paul en Witteman, noem maar op. En dat leeft, dat gaat leven. Mensen die gaan beïnvloed worden van, verrek, oh jij bent lid van die grondwetskamer. Nou zou je niet eens daar of zo. En dat voeg je samen hier met 225 man. Je kan over het aantal dubben, et cetera, moet dat 225.000 man zijn. Ja, dat is technisch uitwerking, maar dan denk ik ook weer even aan het boekje van Rijbroek. Ja. Tegen verkiezingen. Bij lot bepalen, het schijnt dat ongeveer 1000 kiesgerechtigden ongeveer ons zouden kunnen representeren. Nou, waarom niet? Het is misschien de poging in de maat. Ja. Dank u wel. Mooie toevoeging. En dat boekje heet Tegen verkiezingen, maar daar is hij niet tegen, maar anders zou hij slecht verkopen. Maar het is is natuurlijk een leuke titel, hè? Als je zegt van soms wel, soms niet, dan dat is toch, dat bekt niet zo goed. Hè? Maar Tegen verkiezingen is het alleraardigste boekje trouwens ook, omdat het heel veel inzicht geeft in hoe onze grondwet tot stand gekomen is. En heel veel hoop biedt. Ik maak hier reclame voor de winnaar van de Gouden Gans weer. U heeft een vraag. En de microfoon komt naar u toe. Maar u mag ook reageren op deze, mag om uw punt aansnijden. Ja, zo is het. Mijn naam is Hans Klok. Ik ben werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze microfoon geeft mij even de gelegenheid om de winnaars te feliciteren. En ook u allen mede te delen dat zij morgen de gelegenheid zullen hebben om een voorstel aan te bieden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat zal om 10:15 gebeuren in het ministerie. Daarnaast zou ik graag opmerking willen maken naar aanleiding van de discussie die net ontstond, naar aanleiding van het burgerforum kiesstelsel dat in 2006 heeft bestaan en dat ook door het kabinet destijds toen is opgestart. Wat ik daarmee alleen even wil aangeven is dat het toen zeer wel mogelijk was dat een geselecteerd aantal door loting geselecteerde burgers in staat was om met elkaar tot een genuanceerd en eensluidend standpunt te komen.
kunnen het verder hebben over de politieke inbedding van destijds en ook hoe de verhouding daarmee was. Daar heeft de huidige voorzitter van het Nationaal Comité destijds ook te stellen gehad met de kabinetsreactie. Maar het is er maar om aan te geven dat er wel modaliteiten denkbaar zijn om burgers bij elkaar te zetten en met elkaar na te denken over politieke vraagstukken en met elkaar tot een standpunt te komen. Dat zou enigszins pleiten, ongeacht wat de minister van BVK daarvan zal willen vinden, dat zo'n grondwetskamer misschien in enige mate wel zou kunnen werken. Goed, en ook goed dat u de vraag daarmee beantwoord werd die eerder gesteld heeft, die eerder gesteld werd, wat er nu gebeurt met deze voorstellen. Die worden dus in ieder geval morgenochtend aangeboden en dat is natuurlijk wel een hoogtepunt, want de minister of de regering zou het verder kunnen brengen en als voorstel naar de Kamer. Maar doen ze dat niet meer terug, is het ook een manier van uzelf om te lobbyen bij de volksvertegenwoordiger en een initiatief van te maken. Dank u wel en ook voor het vertrouwen. En ik zie daar nog een andere vraag. Ik had een vraag over de betekenis van het Europese handvest voor de grondrechten in relatie tot de constitutionele identiteit van onze eigen grondwet. Dat is denk ik. Ja, ik krijg nu een beetje wie van de vier karakter. Ik voel me daar wel door aangesproken, want ja. Deel uit van de conventie die in de handvesting heeft opgesteld. Wat de betekenis daarvan is, ik denk dat je dat prachtig kunt beoordelen aan de hand van het, wat Patricia Popelier vanmiddag heeft gezegd. Het zit elkaar niet in de weg. En dat is een van de misverstanden die soms ook opduiken over bijvoorbeeld de toetsing van de toepassing van wetten aan de grondwet. Daarvan zeggen dan sommigen, we hebben dat eigenlijk niet nodig, want we kunnen overeenstemming van de toepassing van wetten al toetsen aan de verdragen. En dan zeggen weer anderen, dat is al erg genoeg, dus dat moeten we dan ook nog maar afschaffen. Dat is trouwens niet zal lukken, want de gebondenheid van Nederland aan het Europese en internationale recht staat niet ter discussie. Maar het is van enorm belang, zo'n handvest, omdat heel veel van onze wetgeving bepaald of ingekleurd is door de Europese wetgeving. En die Europese wetgeving die moet zelf dus ook in overeenstemming zijn met fundamentele rechten. Met fundamentele rechten van iedere Europese burger. En soms weet je dan pas op het moment dat ze tot toepassing komen. Je kunt dat niet altijd tevoren in abstracte bepalen. En dat is de taak van de rechter, zonder dat daarmee de taak van de politiek overbodig wordt. Dat is de betekenis van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zonder dat onze grondwet daardoor overbodig wordt. Wat was de achtergrond van uw vraag? Nou, betreffende de constitutionele identiteit. Je hebt zoveel landen in Europa. En hoe specifiek kan die identiteit zijn, of dat die voldoende waarde blijven houden in relatie tot de ontwikkelingen van de grondwet, het handvest in Europa. Vrije ruimte die er overblijft. Ja, het is een open vraag. Mag ik dan suggereren om nog even na te denken over het begrip identiteit? Daarvoor geldt eigenlijk precies hetzelfde als voor soevereiniteit. Als u zich afvraagt, als ik me afvraag, wat is mijn identiteit? Dan kan ik dat op allerlei manieren omschrijven. Ik heb een identiteit als Nederlander, als Amsterdammer van huis uit, als Tilburger, als jurist, als vader, als raadgever. Ik kan ze voor u niet invullen, maar ons pausgesprekje geeft me het vermoeden dat ik voor u ook dat invulling kan geven van identiteit die divers is. En waarom zou bevestiging van onze identiteit als Nederlander in de weg moeten zitten, dat we ook een identiteit hebben als Europese burger en nog op een aantal andere manieren. Op het moment dat je identiteit maar op één manier gaat bepalen, Amartya Sen heeft daar een prachtig boek over geschreven, Nobelprijs in haar economie, Identity and Violence. Op het moment dat er mensen komen, leiders komen, die zeggen, jullie zijn allemaal alleen maar dit is identiteit, religieus bijvoorbeeld, of nationaal. Dan ben je al bezig om iets in gang te zetten dat ertoe leidt dat die ander die identiteit niet heeft, als een beetje minder wordt aangezien. En daarom zou ik, en ik vind dat dat past bij een derde denken over de waarde van de grondwet, iedereen willen aanraden om te beginnen even over de veelheid
de veelzijdigheid van de eigen identiteit na te denken. Ja, mooi advies. Dank je wel. Ik kijk nog rond. Ja. Gaat u. Nee, ik achter. Achter. Ja, meneer. Als ze. Gaat u gaan. Goedemiddag, ik ben Raymond Keur, ik ben in ieder geval een betrokken burger. Waar ik me bij de appreciatie van de grondwet nog wel eens wat vragen stel, maar dan ook naar de nabije toekomst toe. Dat is met die sociale grondrechten, waar we vroeger op de sociale academie ook uren over konden praten, hoe die nu zullen uitpakken in die transities die dadelijk over Nederland heen gaan. En waarbij er in 403 gemeenten misschien toch wel het gevoel zou kunnen ontstaan bij burgers dat het niet meer zo gelijk is als het was en dat dan in relatie tot die sociale rechten, schuine streep, sociale grondrechten. Zou ik daar misschien nog even naar kunnen kijken? Wil een van u daarop reageren op de veranderingen? Zeg maar, we hebben natuurlijk wel een decentrale eenheidsstaat, hè? Zeg ik het goed? Kijk maar mijn... Hey. Ik denk dat het probleem wat hierbij speelt, zeker met een beroep op sociale grondrechten, is dat die zodanig onbepaald zijn dat iets als voorwerp van zorg ter overheid wordt geformuleerd. Ja, dat kan dus ook de decentrale overheid zijn. En op dat punt heeft de grondwet dus eigenlijk geen enkele sturende markt. Ik denk dat je daarbij niet eens moet leggen. Ja. We gaan nog naar een vraag toe en dan zo'n beetje. Ja, ga terug. Ik had niet zo'n vraag hoor, maar een opmerking. Maar de grondwet is eigenlijk niet zo belangrijk, maar de uitwerking van de grondwet in de wetgeving, die is bepalend. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een toevoeging. Volgens mij bent u toe aan een drankje. Ja toch, hè? Ja, ik zie dat, ik voel dat toch een beetje aan. Maar dat gaat niet voordat we netjes iedereen bedankt hebben. En mevrouw Populier is al naar België vertrokken, maar dat geldt niet voor de heren die hier nog zitten. En die gaat waarschijnlijk niet naar België, maar ergens anders zitten. België is ook heel ver weg. En we zijn ontzettend dankbaar voor uw bijdrage aan deze middag, maar ook voor uw reactie op de ideeën van de finalisten. En op het feit dat u aan al die jonge mensen op de universiteit de inspiratie meegeeft over de grondwet. Dank u wel daarvoor. U heeft vast al een boek, maar u krijgt ook nog een boek. Zeer, zeer bedankt. En ik krijg nog iets of niet? Nee, dat is het. Ja, dan mag ik nu het woord geven aan het voorzitter van het comité 200 jaar grondwet in dit geval. Of Koninkrijk nog steeds. Koninkrijk, Ank Bijleveld. En ik hoop dat je even in de buurt blijft staan, Gerrie, want er is eigenlijk, het is inderdaad een loon naar binnen. De borrel wacht. Maar er is mij wel om jou te bedanken, want ik vind dat je het echt geweldig hebt gedaan vandaag. En ik denk dat... Een paar mensen spraken mij daar ook op aan. Ja, ik denk dat je ontzettend mooi iedereen tot zijn recht hebt laten komen, maar ook heel mooi hebt ingespeeld op de zaal. Ik was blij dat je gewoon weer even terug was hier. Heel erg bedankt dat je het wilde doen en een hartelijk applaus allemaal. En ik wil u natuurlijk hartelijk uitnodigen voor de borrel. Ik ga de heren zo ook allemaal nog even de hand schudden. Ik hoop van harte natuurlijk dat u de folders van het Grondwetfestival, die allemaal op uw stoelen liggen, dat u die meeneemt. En dat u alle mooie dingen die zijn georganiseerd morgen bij de Hoge Raad, hier in de Kamer en in deze zaal, het debat rondom het vrouwenkiesrecht nagespeeld.
met een Aletta Jacobs op de tribune. U kunt hier allemaal de tijden ook inzien. U kunt een drijvenzaal bekijken, u kunt het katshuis bekijken. Als u dat wilt, moeten we het wel voor 3 uur doen, zeg ik er nadrukkelijk bij, want het is tot 3 uur open. Er zijn pendelbussen ook door de hele stad die daar naartoe gaan. Ik hoop van harte dat u ook morgen aanwezig bent bij alle activiteiten die wij rondom de grondwet organiseren. Ik zeg dat namens het Nationaal Comité, waarvan een aantal leden nog hier aanwezig zijn. En onze bedoeling is dat eigenlijk de grondwetontwikkeling in die 200 jaar, de ontwikkeling van het democratisch bestel, dat daar aandacht voor is. En dus daarom kijken we naar die hele periode van die 200 jaar. Het gaat dus met name om de waarden en het gesprek daarover. Het is goed om één keer in de 50 jaar even stil te staan bij die waarden. Fijn dat u er allemaal was en tot ziens.